Je hebt de keuze tussen een pompoenhoofd en Doe maar pompoenhoofd, dankjewel. Pas, ik heb nog geen al gezegd. Extra tijd. Ja, maar dit kan toch helemaal niet? Ik spreek nog helemaal niet hoog genoeg. Ga ik het zien, jammer. Ja, god. 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 Ja, god. Kut game, echt. Oké, zullen we een piefpie doen? Ja, laat mij een broodje eten, man! Flikker erop. Je hebt de titel goed gelezen. Ik ga namelijk vandaag mijn eigen Tiny Games vs. Zoekt Pro toernooi zelf doen. En natuurlijk kan ik dat niet in mijn eentje doen, want ik kan lastig mezelf, mijn eigen toernooi bij mezelf, ja, hosten of hoe je dat ook wil noemen. Dus daarom is hier speciaal. Wacht, oké, ik ga hem even staan. Kune 22, oftewel mijn broer. Yo, yo, yo. Hij edit ook alle video's en heeft ook mee geholpen met van alles van dit. Hij heeft ook dit huis gebouwd en zo. En ja, ik ga dus vandaag meedoen aan dit toernooi. Zoals je ziet, ik heb de oude koptelefoon erop. Maar in ieder geval, ja, zoals jullie misschien weten, is dit dus het toernooi. En als je dat nog niet volgt, dan moet je dat even gaan checken. En ja... Ik ga nu kijken of ik hoe goed ik het zelf zou doen op mijn eigen toernooi. Ga naar level 1. Trouwens jongens, even voor duidelijkheid, mijn broer heeft ook heel veel aangepast. Dus daardoor zal ik er niet heel veel aan hebben dat ik zelf aan alle opnames heb meegedaan. Level 1. De speler moet eerst door het water zwemmen om de overkant te bereiken. Hier staat op een itemframe welk item ze moeten maken. Dit kunnen ze maken met de omgeving die om ze heen staat. Met het item moeten ze de Phantom of de 5 Phantoms verslaan. Ja. Saratai, Nosea. Nosea en... 5 keer meer beesten. Oké. Vijf keer meer beesten. Even in de chat. Ach. Ik heb dus 6 minuten om, ja, om dit te gaan halen. 3. 2. 1. Vol. Oh. Naar boven. Steeds dezelfde item. Ja. Ja, even kijken. Ik moet even nadenken. Ik kan niet meer nadenken. Dat heb ik dus echt altijd als ik hiermee bezig ben. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Dat heb ik dus altijd. Nee, het is niet zo lastig. Ik weet wat ik moet doen. Ik moet gewoon... Ja, ik kan gewoon weten wat ik moet doen. Ik hoef het water hier niet weg te halen. Ik heb toch nog tijd. Deze heb je gewoon echt heel veel tijd. Dus. Anders heb ik het niet gehoord. Ja, maken. Ik ben iron aan het smelten. Hoe lang heb ik nog? 3 minuten 25. Oké, dat weet ik wel. Bonus level doen we deze keer niet gaan. Nee, bonus level doen we deze aflevering niet. Dat is een beetje onnodig. Het is een short aan maken. Yo. Oké, ik heb er 1 en nu de laatste. Ja? Ja, ik heb ze! Jezus, dat was close. Ga naar het volgende level. Ja, ben ik al. Level 2. Dit is een bouwlevel. De speler moet het gebouw namaken dat in zijn kist zit binnen 7 minuten. Bij 2 of meer fouten is een gebouw afgekeurd. Oké, ik kies deze. Nee, wacht. Nee. Ik moet toch zeggen wat erin zit, hè? Oh, wat zit erin? In de ene kist zit Game Mode Creative, in de ene kist zit de tijd, in de andere kist zit een potion of slopes. Oké. Potverdikkoppie. Oké. Nog slopes, nummer 1 wordt het, joh. Oké, nou, tel af. 3, 2, 1, go! Bijna. Wacht, welke kleur is dit überhaupt? Ja, precies dat. Ik ben daar dus zo slecht in. Is het nou... Volgens mij is dit... Hè? Precies die gewoon. Is het... Nee, het is ook, het is ook, het is ook.
Gast, deze vorm is totaal niet wat dat is. Niet? Ofwel? Nee, klopt. Ja, godver. Ja, maar het klopt ook echt totaal niet. Nee! Nou ja, deze opdracht... Ik heb deze opdracht toch al ver... Gast, dat heeft geen zin meer. Dat is gewoon een feit. Het ziet zo snel. Ja, jammer dan. Ja. Nou, wil je weten hoe het wordt? Nee. Afgekeurd, jammer. Oh, ik dacht van niet. Oh, en nu ook nog weer zo'n leuk level. Level 3. Hier is de bedoeling dat de speler binnen 3 minuten een parcours aflegt. En als de speler op de laatste pressure plate staat, heeft hij het gehaald. Je hebt de keuze tussen een pompoenhoofd en... Doe maar pompoenhoofd, dankjewel. Pas, ik heb er geen lang gezegd. Extra tijd. Extra tijd. Hoe lang heb ik? Hoeveel? 4 minuten. 4. Oké, go. Godverdomme. Yes, be ready for some vloek. Waar? Ja, maar dit kan toch helemaal niet? Ik spring er helemaal niet hoog genoeg. Ik heb mij gewoon dit blokje weg. Oh ja, dan ben je echt. Ja, God! Ja, God! Kutgame, echt. Oh, voor je het gaan. Oké, Tijn is 2 punten behaald. Naar level 4. Level 4. Hier moet een speler 10 kippen afschieten met een bow. De tijd hiervoor is 1 minuut. Oké, hier heb je de keuze tussen die extra arrows, times at night en in de tijd. Gast. Ik ben geen Riel B. Donut, hè? Kies maar. Ja, god. Oh! Times at night. Oké, okay, let's go. Oké. Okay. Wat? Nee. Ja. God. God! Gast, loopt hij en dan stopt hij een beetje met lopen. Oké. Okay. 6 kippen. 35 seconden voor 3 kippen. Dus dan heb je 4 punten. Ah, nog mijn laatste. Ik ben zo f***ing goed. Laatste pijl, serieus. Okay, let's go to level 5. Nou, ik heb in ieder geval 4 punten. Level 5. De speler speelt een quiz. Bij elke goede vraag mag de speler doorlopen. Als de vraag fout is, moeten we helemaal terug naar het begin. De tijd ervoor is 1,5 minuut. Ik zoom. Anders, nee. Oké, dus quiz. En je hebt de keuze tussen 1 hint, 2 hints of. Maar je hebt de hints geen eens bij je. Nee, dat klopt. Maar die bedenk ik ter plekke. Oké, sure. Ja, maar jezus, moet ik dit weer een halve minuut gaan doen? Oh, hé, hey, weg. Ik zag niks. Oké, 3. En 2. En 1. Go. Wat kan de Ender Dragon niet breken? Ender Chest, maar ik denk Ender Chest. Vader God. Obsidian? Minecart, oké. Okay. Hoeveel bijen kunnen er in een beehive? 3. Huh? Vijf. 3. Ja. Ik ben zo goed. Oké, let's go to spawn dan. Heel sick. PvP dan. Oké. Zullen we PvP doen? Oké. Oké. En let's go. Fuck, ik moest... Nee. Wat? Huh? Weet je nou zo erg? Ja.
Wat? Jouw kill worden. Mag. Hoe kan je mij van zo ver hitten? Oh, dat is ook ja. Ik heb daar geen brood meer kan eten. Ja, laat mij een broodje eten, man! Flikker erop. Kom. Dat is een slechte visie. Oké, dit edit er dan erin, alsof ik heb gewonnen. Prima. Oh, ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb gewoon gewonnen. Ik ben zo'n fucking pro. Mensen, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En abonneer beneden voor meer. En ik zie je bij de volgende video. Ciao! Je gooit een hengel en je hebt pufferfish. Kijk uit wat je eet, want anders bijt die je smoel. Straks gaat het niet als geplet en dat is wat ik bedoel. De us. Je hebt een hengel nodig, maar...